staat hier naast mij, ze bruist. De Miss België 2015, Annelies Torros. Hoe is het met jou? Goed, ja, ja. Annelies, weet je nog de dag dat je Miss België weer? We zijn nu 3 maanden later, je hebt dan een heel druk parcours afgelegd. Had je dit verwacht? Nee, ik had het is heel druk geweest eigenlijk. En ik had wel verwacht dat het druk ging worden natuurlijk. Maar zo druk, ja, dat had ik wel niet echt verwacht. Heb je al een aantal mooie piekmomenten gehad? Verschillende momenten eigenlijk. Te veel voor op te noemen? Ja, te veel om op te noemen, ja. Maar je hebt vorige week wel een clip opgenomen met een heel beroemd DJ-duo, ja. Alvar Milas. Vertel eens heel kort hoe dat in zijn werk is gegaan. We hebben eigenlijk 2 volledige dagen, van 's morgens tot 's avonds, gewerkt voor de opnames en de videoclip. En het was wel veel wachten tussendoor, dat wel, maar ik vond het wel heel leuk om te doen, ja. Ken je het, jongens? Nee. Nu wel, zeker? Ja, nu wel, ja. En vandaag is het Bobo Tremolo. Vorig jaar stond je nog aan de zijkant te komen kijken. En vandaag stond je op het podium, samen met jouw 2 eredames van Miss België. Ja. Leuk? Ja, heel leuk, hè. Ja. En dan, dat is toch ook wel leuk dat ik zo 1 jaar geleden was ik hier dan. Hè. En dan, ja, het is toch een beetje raar eigenlijk. En nu sta je naast ook de grote dames, gelijk Brigitte Kallas, Verenigde Kok, Ellen Petri, kan er nog duizenden noemen. Je hebt ook al een aantal mooie fotoshoots gedaan voor Bobo Tremolo. Hoe is het om met deze dames samen te werken? Ja, heel fijn. Ja, heel gezellig. Zeker weten. Je geniet ervan, ik zie. Ja. Waarom moet een meisje meedoen aan Miss België? Want als je wilt, mag je zelfs een oproep doen. Waarom? Sowieso de ervaring is al supermooi. En ook, je weet nooit wat het kan brengen voor u. Ik heb ook eventjes getwijfeld om mee te doen. Ik heb zo een paar keer nagedacht van, zou ik het doen, zou ik het niet doen. Maar ik voelde ergens zo van, als ik dat niet ga doen, dan ga ik er later spijt van krijgen. En ik denk dat als dat iets is wat je toch echt graag zou willen doen, dat je daar zeker voor moet gaan en zeker niet mag twijfelen. Ja. Annelies, ik wens jou nog veel succes. En ik zou zeggen, toi toi. Ja, dankjewel. Ik sta hier naast Charlotte, of ik sta voor Charlotte, 2e eredame Miss België 2015. Charlotte, ik zie het, je straalt. Nog altijd, we zijn nu 3 maanden later. Je hebt al een heel parcours moeten afleggen of afgelegd. Vertel een keer heel kort. Oh ja, het was een lang parcours. En uiteindelijk ben ik 2e eredame geworden. En daar ben ik natuurlijk super tevreden mee. Er volgen natuurlijk veel opdrachten uit de verkiezing. Dus super, hè? Fotoshoots. Ja, mooie baby. En vandaag Bobo Tremolo. Ik weet, vorig jaar stond je aan de zijlijn en vandaag liep je mee op de catwalk. Doet toch wel een beetje raar? Het is superleuk, ja, al die mooie bv's. Het is toch leuk om dat eens te mogen meemaken en ik hoop dat ik nog eens mag meedoen, ja? Ja. Ambieer jij een modellencarrière? Oh, het zou toch wel leuk zijn, dus we doen ons best. We zien wel wat er komt, hè. Ja. En hoe is het samenwerken met jouw collega's, waaronder natuurlijk de Miss België? Oh. Ik ga eerlijk zijn, ik had liever zelf Miss België geweest. Ja, dat, ja. Dat is logisch, hè? Maar wat is superleuk. We zien elkaar regelmatig en we komen supergoed overeen. Dus ja, dat is altijd tof. En nu een oproep naar volgend jaar de nieuwe kandidaten. Waarom moeten de meisjes meedoen aan Miss België? Of naar het kroontje proberen te hengelen? Wel, het is een super ervaring. Je wordt er veel zelfstandiger bij. En je leert meer omgaan met de mensen. En ik zou niet weten waarom de meisjes niet zouden moeten deelnemen. Je leert jezelf ook beter kennen en je hart sterker in je schoenen gaan staan. Ik zie het, Charlotte, je straalt. Ja. Dankjewel voor deze toelichting. Ik wens jou nog veel succes.